Dan ontdekt hij de camera en doet dan snel een sjaal voor zijn gezicht. Dan denk je, ze zijn weg. Maar even later komt de man met het vissershoedje terug. Dit is de carport bij een huis aan de Oude Goorseweg in het buitengebied van Diepenheim. Op donderdag 26 oktober springt om 5 uur 's nachts ineens het licht aan. De bewegingssensor slaat aan op deze man met de capuchon over zijn hoofd. En niet veel later volgt zijn compagnon. Een man met een vissershoedje. Ze rommelen minutenlang onder de carport en maken daarbij best wel wat lawaai. Dan zien we waar ze voor komen. De man met de capuchon heeft een bruine Gazelle damesfiets vast. Zijn gezicht zien we nu ook wat beter en ook dat van de man met het vissershoedje. Dan ontdekt hij de camera en doet dan snel een sjaal voor zijn gezicht. Dan denk je, ze zijn weg. Maar even later komt de man met het vissershoedje terug. Met een fiets. Maar dit is niet de Gazelle damesfiets van de bewoonster. Ze zetten er een onbekende fiets voor in de plaats. Buiten beeld overleggen ze blijkbaar wat ze nu moeten doen. Ze hebben de camera gezien, dus vermoedelijk zijn ze gefilmd. Nou, dat lossen ze op. Camera onklaar, denken ze. Maar het geluid loopt door en we horen ze nog iets zeggen. Wie weet wat ze hier zeggen. Dat was dus in Diepenheim. Hier namen de mannen een fiets mee en er werd ook een router gestolen, een netwerkkabel en een bewegingsdetector. Toen de politie beelden binnenkreeg van een ander misdrijf een week eerder, viel er iets op. Precies dezelfde mannen. Dit is de Spar tegenover het NS-station in Zutphen. En daar zien we dezelfde mannen. Het is donderdag 19 oktober, 7:30 in de ochtend. Hier komen ze nog wat scherper in beeld dan in Diepenheim. Ze kopen stokbroden, eitjes, wat drinken, van alles nemen ze mee. Niets aan de hand, zo lijkt het. Ook niet bij de zelfscan. Want ze scannen keurig alle producten en rekenen ook af. Maar dat bankpasje, dat is niet van een van deze mannen. Die pas is namelijk diezelfde nacht gestolen uit een auto die aan de Christinastraat in Etten geparkeerd stond. Zo'n 35 kilometer hier vandaan. De eigenaresse van de bankpas, een vrouw van 25 uit Etten, ziet ineens dat er allerlei bedragen van haar rekening verdwijnen. En daar zijn deze mannen verantwoordelijk voor. Herken je ze? Weet je waar ze verblijven? Geef het door. Ja, Jennifer, deze mannen leggen wel aardig wat afstanden af. Nou, dat kun je wel zeggen. Ze leggen zowel in Overijssel als in Gelderland flinke afstanden af om overal allerlei diefstallen te plegen. Nou, het begint dus op 19 oktober in Etten. Dat ligt tussen Doetinchem en Ulft. Daar werd de bankpas uit een auto gestolen. Daarna zagen we ze 's ochtends vroeg op het stationsplein in Zutphen. Dat is met de auto toch wel een minuut of 40 rijden. En met het openbaar vervoer doe je daar zelfs 1,5 uur over. Dus wij willen heel graag weten hoe deze mannen zich verplaatsen en waar ze zich ophouden. En een week later, op 26 oktober, waren ze dus in Diepenheim in Twente. Nou, je ziet het wel aan deze kaart, ze maken er een hele tour van. En ze stelen dus echt van alles. Een fiets, een bewegingssensor tot een bankpas. Ja, in Diepenheim nemen ze dus een bruine Gazelle damesfiets mee. En het gekke daaraan is, ze zetten dus uiteindelijk een andere fiets op dezelfde plek terug onder die carport. Nou, we hopen dat iemand ons kan vertellen wie deze twee mannen zijn. Ze hadden dus eind oktober ineens een bruine Gazelle damesfiets in hun bezit. En daarnaast ook nog een router van het merk TP-Link, een Deco M5. Nou, dat kan iemand zijn opgevallen.